gemaakt. En GVVV heeft er al 31 in liggen bij de zaterdagamateurs in de topklasse. En dit is een van de gevaarlijkste mannen bij GVVV, spits Dennis van Meegdenburg. Het is een wedstrijd om zelfvertrouwen op te doen, al dus John Lammers. Met het oog op het programma RKC en VVV in de Eredivisie de komende weken. Voorlopig valt GVVV aan en is hier weer van Meegdenburg. En zo is het begin voor de amateurs. Nieveld. Excelsior vrijwel in de sterkst mogelijke opstelling. Dit is Alberg met een goed schot binnenkant paal. En dan zit het ook even niet mee voor de ploeg van Lammers. Wel een goed schot van Alberg. Maar echt tevreden oogt de trainer nog niet. En dat is terecht, want GVVV voetbalt beter dan de profs. Hier is Van Meegdenburg weer en nu is het wel raak. 37 jaar is hij. Scorend tegen Excelsior. Buiten het bereik van Jordi Dekkers. Die keept vandaag de ruiter op de bank bij Excelsior. En zo is het bij rust 0-1. En het meest pijnlijke misschien, het is nog verdiend ook. Alberg. Daar is Jansen. Raakt die bal, ja, zou je zeggen, op zich niet zo heel gek. En dan laat Vinken hem lopen. Dit had 1-1 moeten zijn. Maar het is even een spaarzame uitbraak eigenlijk van Excelsior in eigen stadion. Snijders dicht bij 0-2. Joey Snijders. Vorig seizoen werd Excelsior uitgeschakeld door de amateurs van Sparta Nijkerk. Je zou zeggen, ze zijn gewaarschuwd, maar tegen GVVV speelt de ploeg alles behalve goed. Dit is een kans die niks oplevert in eerste instantie, maar dan komt de bal nog eens voor het doel. En is het Bolland die afrondt, alsnog 0-2. Jasper Bolland. Ze worden gek in Veenendaal en omstreken. Want net als de 0-1 is ook deze treffer een logisch vervolg van het spelbeeld. Excelsior met de moed der wanhoop. Van Buren in de ploeg gekomen. Vrije kans, maar hij schiet voorlangs. En zo is ook voor Lammers de kortste weg naar Europees voetbal afgesloten. Want het wordt zelfs 0-3. Het is weer Van Meegdenburg die scoort. Het is beschamend, het is gênant. Het is een wanvertoning van Excelsior. En wat een topprestatie van GVVV. De amateurs uit Veenendaal. De ploeg uit de topklasse. Schakelt Excelsior uit, verdient met 3-0 op Woudestein. Een volkomen terechte overwinning voor GVVV.